Het college gaat bezuinigen op de zogenaamde meedoenregeling. Voorheen kregen mensen met een laag inkomen eenmalig €150 wanneer zij een beroep deden op de regeling. Volgend jaar wordt dat bedrag verlaagd naar €87. Almar Selman, raadslid van de Partij van de Arbeid, is het niet eens met die bezuiniging. Ik vind het ronduit slecht voorstel van het college. Het college geeft aan dat de regeling te populair is geworden. Dan zeg ik als Partij van de Arbeid, laten we gewoon blij om zijn dat het gewoon veel mensen deze regeling kunnen vinden. Dat betekent dat heel veel Nijmegenaren gewezen zijn op deze regeling om mee te doen in onze samenleving. Dat dan de oplossing is niet om te halveren of te zeggen op is op, maar ja, we zullen te kijken hoe we meer budget vrij kunnen maken om mogelijk te maken voor alle Nijmegenaren om mee te doen met deze regeling. Volgens Selman heeft het college de meedoenregeling voor de verkiezingen flink gepromoot. Nu de regeling steeds populairder wordt en het maximumbudget van €400.000 is overschreden, wil de Partij van de Arbeid de regeling toch overeind houden. Dat is te populair geworden en moeten we gewoon gaan beperken. Wij zijn daar niet mee eens. We zullen ook wel als college niet met voorstellen komen. Dus gaan wij met voorstellen komen om toch wel deze regeling overeen te houden. En mijn oproep ook wel aan alle raadsfractie om gewoon mee te doen. Want budget gaan wij als raad vaststellen. Laten we gewoon een extra budget vrijmaken om deze regeling overeen te houden. Uit cijfers blijkt dat het vastgestelde budget van €400.000 met ruim €200.000 is overschreden. Selman vindt dat dit bedrag bovenop het oorspronkelijke budget vrijgemaakt moet worden en hoopt erbij op ondersteuning van andere partijen. Maar voor volgend jaar zou ik zeggen, want dan gaan we dat budget maken. En als een prognose laat zien dat het misschien nog meer mensen gebruik van maken, laten we ook wel daarmee rekening houden en dan meteen gewoon genoeg budget vrijmaken. Zodat de mensen die deze regeling nodig hebben, gewoon mee kunnen doen.